En daarom heb ik nu zoiets van, weet je wat? Ik ga met die nieuwe cd de boel even helemaal op scherp stellen. Mm. Ik ga gewoon iets maken dat aankomt. Zo hier, zo bam! Dat de mensen het gevoel hebben van rutje, 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 what the fuck? Ja, misschien dat het inderdaad wat tijd wordt voor wat meer verdieping, ja. Precies. Stinkt het hier toch altijd? Het woord zocht ik verdieping, daar ben ik altijd heel erg voor. Wat was het nou? Ik ga een nummer maken waar mensen van moeten huilen van ontroering. Nou, bijvoorbeeld. Ah, kan ik u helpen? Nee, het is oké, we hebben een afspraak met Lodewijk. Hallo? Oh god, daar zijn we hebben hoor. Sel! Hey. Door mij zijn engel! Hoi. Hallo. Hoi. Is het met Veren, kindjes? Ja, goed. Nou, Pimela, kom maar op. What's the verdict? Ja, ik begrijp dat dit een klap is. Luizaad. Eerder dood. Je moet het zeg maar zien als... Ja. Het is dood. Zaad. Nou, lekker dan. En er zijn nog andere mogelijkheden. Zoals? Adoptie of wat? Ja, dat kan ook. Maar ik zat zelf meer te denken in de richting van inseminatie met donorzaad. Je bedoelt van een andere kerel? Ja, van een donor, ja. Heb je daar een foldertje van? Ja. Oké, we gaan het doen. Maar we gaan niet naar de spermabank. Wow, even rustig aan. Waar hebben we het nu over? Ruud, dit is kut. Dit. Als we dit gaan doen, dan wordt het gewoon één grote Russische roulette. Ja, je weet niet wat ze in je stoppen. Misschien met een beetje mazzel kan je nog net roepen. Mensen van de spermabank zouden het op zich best wel heel fijn vinden als die donor meneer blauwe ogen heeft. Maar verder weet je dus helemaal niks. Je weet niet wat voor een opleiding die man heeft gehad. Je weet niet wat voor een sociale achtergrond hij heeft. Op die manier kan ik natuurlijk net zo goed met de eerste beste gek van de straat naar bed gaan. Ja, Rut, ik wil het beste van het beste. Ik wil Nobelprijswinnend zaad. Ja, maar... Oh, en nog eens iets. Ik ga het gewoon thuis doen, zelf. Ik heb dat hele stinkziekenhuis niet nodig. Er is niks mis met mij. Ik voel op de minuut af wanneer ik ongesteld word en ik kan zelfs mijn eigen ijskorn voelen. Echt waar? Kijk, wij willen een kind. En het is niet zo dat omdat jij nu ineens een zwakke schakel blijkt te zijn, dat we dat ineens niet meer willen. Zwakke schakel? Ja, jij wilt toch ook een kind? Ja, van ons. Ruud, een kind is niet van mij of van jou. Een kind is van zichzelf. Oh, nou, Vroom laten we achter. En daar komt hij dan. Ja, die hebben we dus helemaal. Charlie. Hallo? Heel even over onze auto. Ging je die zelf laten maken, of denk je... Ja, sorry nog daarover, trouwens. Dick, toppendanser. Hey. Ja, dit is de wereld, Charlie. Dit. Moet ik dat erg vinden? Nee hoor. Nee, niks goed. Zorg vooral dat je hele leven in je egoïstische bananenbarland blijft. In mijn wat? Het is alsof je bewusteloos bent. Waar heb jij het over? Ik heb het over je mentale toestand. Je bent gewoon helemaal niet in staat om op mensen te reageren. Echt te reageren. Ja, het is goed hoor. Het is prima. Maar weet je, het leven is echt meer dan een beetje blowen, een beetje in je piemel trekken en pannenkoeken bakken. Ja, is die taart een beetje goed gelukt? Oh, heerlijk. Echt heerlijk. Dan weet je, straks ben je 40. Nou, dan wordt het triest hoor. Heb je geen gezin, geen kinderen, niks. Nou, jij bent dan dus ook geen 25 meer hoor. Zo! Zeg, moet niet even iemand bij Arend gaan kijken? Die zit al meer dan 20 minuten op de wc. Sorry, heel even. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik bedoel alleen maar, jij twijfelt toch ook wel eens? Hè? Of dit het is? Of je kinderen wil, bijvoorbeeld? Anders hadden jullie ze al lang gehad. Wij kunnen helemaal geen kinderen krijgen. Wat? Oh, kut. Echt waar? Ja, Rutmer is onvruchtbaar. Oh. Sorry. Ja, moest dat blijkbaar even uit. Ja, nee, ik had al zoiets gehoord, ja. Hè? Huh? Van wie? Twitter. Twitter? Oh my god. Heb je dit op Twitter gezet? Oh, jongens, wat vind ik dat nou vervelend. Ja, nou ja. That's life. Nee, ik ga me kunstmatig laten insemineren met het zaad van iemand anders. That's life. Yep. Dus dat komt allemaal helemaal. Was er al koffie?